Taalproblemen zorgen voor meer aanvaring in de binnenvaart. De Koninklijke B-Lijn Schuttevaart en de NNVO hebben als oplossing dat Engels misschien wel de nieuwe officiële voertaal moet worden in de binnenvaart. Maar wat vinden schippers hier eigenlijk van? En hebben zij zelf last van taalproblemen in de binnenvaart? Je moet nooit je eigen taal opgeven. Nooit. Maar je kent niet iedereen gewoon verplichten hier in Nederland. We zitten ook nog met een generatie die als geen Engels kennen. Binnen de bemanning spreekt u Tsjechisch altijd. Ja. En over de marifoon dan Nederlands. Ja. Okay. Ja, ah, wel, dan stel ik mij de vraag. Als Engels de voertaal wordt, of dat iedereen ook wel het Engels genoeg machtig is. Maar denkt u dat als iedereen Engels gaat spreken, nee, dat het dan iets gaat helpen tegen ongelukken? Nee. Want die Tsjechen die praten toch geen Engels hoor. Dus pak gewoon de voertaal in het land waar hij bent. En dan als tweede taal Engels. Ja, ik denk dat ze sowieso problemen hebben met taal in het algemeen dan. Ja. En dan of dat nu Engels of Duits of Frans of Nederlands wordt. En hoe lost u dat zelf op? Wij doen het hier aan boord met handen en tanden. En wat spreek je zelf allemaal voor talen? Tsjechisch, Engels, Nederlands, ook wel Engels. Duits. Ja. Dus zou het voor jou een probleem zijn als de officiële voertaal in de binnenvaart Engels wordt? Ja, ik vind het niet zo best. Lijkt je niks? Nee. En waarom niet? Ja, omdat hier is geen Engeland. Het is geen Engeland? Nee. En natuurlijk, we gebruiken veel vakjargon. Ja. Dus het zijn altijd dezelfde termen die terugkomen. Dus ook eigenlijk als je aan het varen bent, zou ik denken dat dat toch wel gewoon, als je zegt bakboord, ik ga bakboord uit of stuurboord uit, ja, dat moet ook begrijpbaar zijn. Wij varen niet op Frankrijk. Enkel omdat je hoeft daar dus niet te komen, hij geen Frans spreekt. Maar denkt u dat die taalproblemen ook zorgen voor meer ongelukken? Dat weet ik zeker. Ja. Dat weet ik zeker. Want we hebben tegenwoordig natuurlijk alles, Tsjechen, Polen, Hongaren. Ja, als twee woorden Duits kennen en dan eindigt het. En dan is het klaar. Maar wat is uw afkomst, als ik mag vragen? Tsjechië. Maar je spreekt heel goed Nederlands. Ja, heel goed niet, maar... Nou ja. Ik denk, als we in Nederland waren, dan is... Als je naar Engeland gaat, naar Londen, dan ga je ook Engels leren, toch? Ja, dus u past zich aan het land. Ja. Ik heb heel veel te doen met zeevaart, waar dan over het algemeen ook Engelstalige bemanning zit. Ja. Wel van alle contraien van heel de wereld. Indiërs, Chinezen... Noem maar op, maar dan proberen we ons allemaal een beetje in het Engels uit te drukken wel. Ja. Maar voor de binnenvaart echt per se het Engelse te gaan invoeren, dat vind ik me toch wel een beetje een brug te ver, ja. Dat een bridge too far. Ja.